zijn blij met wat we nu hebben. Goede boterham, dus hij heeft het ook niet. Ziet er ook leuk uit. Eerst stond de kassa hier altijd, toch? Ja, klopt. Die stond hier. Witte kassa. Die staat nu daar. Wat is dan zelf je favoriete product? Mijn favoriete product is wel de mosterd. En doe je die workshops ook nog steeds? Of ben je daar even, want dat is nu een beetje lastig natuurlijk. Misschien boven, als de corona helemaal voorbij is en het kan, dat ik misschien boven wel eens een workshop ga geven. Maar voorlopig even niet. Ik heb voorlopig even geen ruimte, nee. En deze keuken die gebruik je ook om dingen te maken? Ja, die is nieuw. Die is in april was die klaar. Hier maak ik alles. Mooi groot fornuis. Ja, dan zit de chut die zit erin. Live cooking. Live cooking. Zit de pruimenschut die zit erin. Die gaat er over 10 minuten uit. Lekker hoor. Dat is allemaal nog in de garage. Ja. Dat is al onze spullen. Ja. Je mag wel zeggen dat we de lekkerste spullen van Nederland hebben. Kijk. Maar daar kopen tot in Noorwegen toe, hè. Echt waar? Doe je ook online dan? Nee, we hebben winkels waar we aan leveren. Ja, de bouw. Het is natuurlijk van oorsprong een woonhuis of een, in ieder geval een. Maar ja. Er is hier dus, het is nog nooit een woning geweest. Dit is na de oorlog was dit gebombardeerd. Dus het opnieuw opgebouwd. Dat konden we ook zien toen we alles gingen strippen. Dat de muren waren van allerlei soorten steen opgebouwd. Dat is wel heel grappig natuurlijk wat er nog was. Toen is het heel lang woonhuis geweest. Want hier beneden was natuurlijk een soort winkel van Sinkel met allemaal oude spullen. Dat heeft Marien zijn vader en moeder natuurlijk overgenomen. En. Toen was het hier woonhuis en dat kon je ook heel goed zien. Boven en beneden was echt voor kindertjes, er hing nog een schommel en alles. En natuurlijk op de tweede etage is natuurlijk altijd het magazijn geweest. Van Peters. Ja. En hier was natuurlijk ook winkel vroeger met servies en bestek. Ja. En daar wonen we nu. We zijn een half jaar aan het verbouwen geweest. En het is eindelijk. Ja, dat is bijna een, klaar. Ik ga natuurlijk niet een hele rondleiding doen, maar het is echt een mooie woonkamer geworden. Ja, we hebben oude materialen samengevoegd tot een hedendaagse interieur. Daar zijn we eigenlijk wel heel erg blij mee. En we moeten nog wat finesse toepassen, maar voor nu staat het eigenlijk wel zoals we willen. Ja. En het is natuurlijk heerlijk boven de zaak wonen. Ja, maar dan was ik hier natuurlijk, wat is het, 2 jaar geleden ongeveer. Ja, toen het was een beetje de overgang naar het azijnatelier was klopt. Bezig. Ja. En toen gebruikte je dit echt als, zowel als, als een plek waar je de dingen maakte. Ja, als atelier waar we workshops hadden. Ja. We zijn natuurlijk begonnen met 1 kastje met wat potjes beneden de winkel. Ja, dat was een grapje. Dat was een grapje. Maar het is nou wel zo dat Marien 1 kastje heeft. Ja, precies. Ze zijn overgenomen. Maar ja, goed, dat moest. Want de serviezenmarkt lag op zijn gat. En de Marine zag ook geen uitweg wat hij eigenlijk nog mocht. Ik zei, nou weet je wat, we springen gewoon in diepe. Ja. We gaan het gewoon doen. En dan van begin af aan is dat eigenlijk best wel een succes. En het wordt steeds groter en groter. Ja, en ja. De groothandels doen het ook hartstikke goed. We verkopen natuurlijk hartstikke lekkere fudge. Ja. Marshmallows en karamels. En de mosterd, ja weet je, mensen zijn gek op huisgemaakte dingen. Ja. En zeker nu is het natuurlijk de tijd van corona. En mensen gaan eigen land op vakantie. En ze ontdekken Nederland en ook Zeeland. Ja. Voor heel Zeeland is dit gewoon fantastisch natuurlijk. Want hoe is het bij jullie de afgelopen de coronaperiode, noem ik het maar, die nog steeds loopt. Maar is het, hebben jullie grote terugval gehad of gaat het allemaal wel? Wij hebben wel een terugval gehad. We hadden 1 klant per dag, mochten we blij wezen. We zijn 2 weken dicht geweest, maar dat was om te behangen en te schilderen. Dus ik vond het eigenlijk lekker om uit te slapen. Ja. Maar het was wel heel erg rustig, ja, net als bij de rest. Maar bij ons kwam het eigenlijk goed uit. We hadden natuurlijk geen omzet, maar goed, we hadden ons huis leuk verkocht. En we hebben hier zitten bouwen. Dus eigenlijk kwam die corona voor ons heel goed uit. Godzijdank zijn we niet ziek geworden. Niemand die we kennen ook. Dat is natuurlijk nog veel belangrijker. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik er weinig last van heb gehad. Nou, gelukkig. Ik vond het wel fijn dat het wat rustiger was. Ja, Marien is ziek geweest. Marien gaat nu hartstikke goed. Okay. Alleen is het natuurlijk nooit meer de oude Marien geworden. Maar hij is net zo lief als vroeger. Dus ja, dat is heel belangrijk. Ja, er zit natuurlijk nog 1 tumor en die zit nog op zijn plek. Een beetje moeilijk, maar daar heeft hij ze nu dan wel een beetje last van. Ja. En die moet er ooit misschien wel een keer uit. Dus het is nu een beetje gestabiliseerd. Maar Marien kan hele grote druktes en de concerten en zo, die lichten, dat kan hij gewoon eigenlijk allemaal niet meer hebben.
Dus vandaar dat we ook in huis ook hele rustige tonen hebben en beneden zo rustig mogelijk proberen te doen. Maar ik vind dat hij het eigenlijk heel erg goed doet. En hij draait nog, want ik zag hem net beneden staan in de winkel. Hij draait gewoon 100% mee en dat doet hij al anderhalf jaar. Hij draait hij gewoon 100% mee. Ja, en het is ook wel eens dat hij eerder moe is en dan gaat hij naar boven. Nou, dan is hij even lekker zitten. Dan is hij in ieder geval nu wel lekker snel thuis. En we zijn getrouwd, hè, februari. Ook nog even tussendoor. Ja, even tussendoor, ja. Net voor de corona. Ook nog een huwelijksreisje gedaan? Dat niet meer. Ja, nee. Boven. Ja. Trap op, trap af. Trap op, trap af. Dan ben ik toch benieuwd, Marien, verkoop je nou nog wel eens een pan? Want er staan er nog drie. Toevallig heb ik wel weer pannen ingekocht omdat het een speciale editie was van Tomorrowland. Oh ja? Deze. Maar het is niet mijn hand. Nee. Het is een delicatesse en zeep geworden. Ja, ja. That's it. Als ik iets interessants voorbij zie komen, dat is die pannen die er nu uitgingen van Tomorrowland, omdat Tomorrowland niet doorgaat. Dus deze, zeg maar. En dat is echt van het festival, bedoel je? Ja, voor het festival. We hebben een speciale uitgave van stout van braadpannen gemaakt van Tomorrowland. Maar wat is de link tussen een braadpan en een dancefestival? Ja, weet ik niet. Start op de knop, Tomorrowland en de wereldkaart, zeg maar. Maar de link tussen een braadpan en Tomorrowland weet ik niet. Oké.